Nou, ik heb hier nog wat zuurkool. Het gebeurt wel eens dat het dan niet meer goed is. Het ruikt wel nog naar zuurkool. Oh, Willem, is het zuur? Afval. We gooien keiveel weg met z'n allen. En ik, Cesar Majorana, ben reuze benieuwd naar wat mensen dan weggooien en waarom precies. Dus ik ging langs bij de supersterren om midden in hun woonkamers door hun afval te graven. En moet jij eens raden wat ik daar allemaal tegenkom. Eeuw. We gaan langs vandaag bij Willem Voogd. Ik heb er mega veel zin in. Ik ook. Want wat zit er in zijn afvalbakkie? Dat weet je nog niet. Daar kun je maar op één manier achterkomen door langs te gaan en gewoon om te kiepen. Het is tijd voor de allergrootste, meest spectaculaire, knapste, slimste, bijzonderste acteur van Nederland. Hier is Willem Voogd. Hey. Hey, Cesar. Leuk dat je er bent. Leuk dat jij er bent. Hey, Willem, er ligt hier nog een doek. Moet die ook bij het afval, dacht ik? Kijk, hij is helemaal krokant. Ja. Kom binnen. Doe je de deur dicht? Zo, Willem. Ja. Jouw bakkie. Mijn vuilnisbak. Ja, dit is mijn afvalhoekje. Ja. En wat zijn nou dingen die je hier weg moet gooien vaak? Nou ja, hier droogt kwark een bakje. Dat is plastic. Dus dat doe ik zo, huppa, in de plastic bak. Netjes, Willem. En kijk, ik heb hier koffiedrap, heb ik hier. Koffiedrap. We drinken veel te veel koffie. Hop, gooi ik in de vuilnisbak. Ja, huts. Ik heb daar fruit staan. Dat gooi ik ook weg. Alleen de schillen. Ja, dat is gek als je dit zomaar weggooit. Nee, gooi niet dat zo weg. Perfect goed fruit, Willem. Ja. En er is niks over datum. Nou, ik heb hier nog wat zuurkool. Het gebeurt wel eens dat het dan niet meer goed is en dan moet ik het weggooien. Maar hoe kom je erachter of het nog goed is? Hier, pak maar. Het ruikt wel nog naar zuurkool. Oh, Willem, is het zuur? Ja, is nog goed. Oké. Oh, dus dit is jouw bakkie. Ja, vind je het? Nou, het ruikt naar afval. Ja. In de woonkamer? Ja, in de woonkamer. Kom maar. Dit mag, hè? We mogen dit nu gewoon zo leegkiepen van jou, toch? Ja, ik heb gehoord dat jij heel goed kan opruimen, dus dat komt goed. Ruik naar afval. Dat heb ik helemaal niet thuis, maar... Dat zijn kattenharen. Oh. Dan ben ik mijn kat aan het kammen en dan gooi ik die haren daarin weg. Heb je zo'n hele zak opgegeten? Ja. Oh, dit zijn dus dingen die je altijd samen weggooit. En de chippies en de saus die je dan zo in de chips doet. Het is heel lekker, Willem. Ik heb goed mijn best gedaan. Ja. Dan is er wel een afvaldingetje, hè? Ja. En dat heb ik dus ook heel veel. Ik ben gek op chipsen. Alle soorten chips. Grote chips, kleine chipsen. Gele chipsen, paprika chipsen. Chips in gekke vormpjes. Gekke vormpjes. In zo'n bus, dus ook lekker. Mm-hmm. Maar deze verpakking werkt echt goed. Ja. Want hierin is de chips lekker krokant en dan kraakt hij zo goed. Mm-hmm. Maar ja, dit is wel een buitenkant plastic, binnenkant aluminium. Dit is wel een gekke verpakking, hè? Ja, ik denk dus al dat hij bij het plastic kan, maar dat iemand, kan dus iemand heeft tegen mij gezegd dat dit aluminium is, dus dat het daarom niet bij het plastic kan. Nee, want de binnenkant ziet eruit als een videoclip van rappers. Chips gepakt, man, die zijn gemaakt van vier verschillende soorten materialen, door elkaar heen en aan elkaar geplakt. En dat is dus heel moeilijk te recyclen. Hey, en wil je nou chips kopen die beter voor het milieu is? Koop dan gewoon chips in een volledig plastic zak. Die kun je gewoon bij het plastic gooien. Chipsverpakkingen kunnen niet bij het plastic. Moet maar gewoon zo bij de rest van het afval. Ja, eigenlijk kan ik het gewoon goed hier zo. Bam. Ja, wat is hier gebeurd, Willem? Ja, dat is een broodje met kaas. Ik had namelijk broodjes met kaas gemaakt voor mezelf. En ik ben gaan fietsen, want ik dacht... Maar toen, in plaats van het broodje kaas op te eten, heb ik een patatje gekocht. Wel lekker. Ja, en toen heb ik wel nog een ander broodje met kaas opgegeten, maar deze komt echt niet meer op. En toen moest ik hem weggooien. Ja, zonde. Oeh, katbak. Dit zit er in de kattenbak. Dit is wel een beetje vies, kijk, hoor. Oh ja, het begint ook al te schimmelen. Ja, lekker. Ja. Het kan overal schimmelen, ah, ja. Binnen 2 tot 5 dagen. Dus als je thuis nog iets hebt en je stopt het nu onder de bank... Ja? Dan over 2 tot 5 dagen is het beschimmeld. Maar het moet wel nat zijn. Ja, wel nat. Dus je moet op tuffen. Oké.
Ik gooi dus heel veel uien, schillen weg. Bananenschil heb ik hier ook nog. Limoen heb ik daar. En weet je, Willem, dat is eigenlijk het meeste van wat we allemaal weggooien. Ja. Dus in ieder huis, ook bij je buren en bij je bovenburen en bij je onderburen en bij de overburen en bij de achterburen. En bij mij, ja, gooien ze dit het meeste weg. Maar het is toch zonde? Etensresten. Ik zou graag een soort composthoop willen, waardoor ik dus ook nog dat kan recyclen. Daar bestaat wel iets op. Ja? Ja, composteren kun je leren. GFT-afval kan omgezet worden tot compost. En dat kun je dan gebruiken als super aarde voor al je plantjes. Een melkpak. Dat heb je wel nodig. Dat is wel echt belangrijk. Ja, heb ik hier. En dat heb jij. Oké, dit wordt je eigen composteerbakje, hè? Vet. Dan kun je gewoon de rest van je leven lekker composteren. Mm-hmm. Oké. Alles wat je kan composteren mag in je composteerbakje. Eierschaal? Lekker. Uien. Koffiedrap. Koffiedrap, heerlijk. Mmm. Oh, en weet je, plantenaarde. Ja, en dan doen we dit weer dicht. En een beetje schudden voor de smaak. Dat is een milkshake. Mm-hmm. En nu? 5 tot 6 weken moet je wel wachten. Ja. En dan is dit een soort cheeseburger, maar dan voor je planten. En dan kun je heel de tijd dat blijven vullen en vullen en vullen. En dan maak je meer en meer compost. En uiteindelijk is heel je huis zit vol met compost. En dan kun je alle planten op aarde gelukkig maken. Vet, dus ik hoef geen eten meer weg te gooien. Nee, je kan het gewoon composteren. Composteerbakkie. Bappie. Super. En dat kun je thuis ook. Plastic. Hallo? Sorry? Oké. Ik heb een pakketje. Nog meer afval. Ben zo terug. Oké, even kijken hoeveel afval dit pakketje nou oplevert. Kijken. Papier. Papier. Wat heb je gekocht? Opnameapparatuur. Voor geluid. Voor geluid. Dit is ook weer verpakkingsmateriaal. Eigenlijk is dit wat ik besteld heb. Ja, en dit kreeg je er allemaal gratis bij. En dit krijg ik er allemaal bij. De verpakking eigenlijk, hè? Ja. Dit heb ik thuis ook heel veel. Ja, kijk. Hier, mijn oud papier. Ik scheur ze dan altijd eruit. Zo. Oh, wat netjes. Zo, en dan hup. Willem, dat is... Oh, maar je... Ja, want dit gaat dan bij het papier en dit gooi ik dan weg. Maar dat vind ik zo braaf van jou. Ik doe dit dus niet, sorry. Nee? Nou, César, weet je, ik ben er vorig jaar achtergekomen tijdens een quiz dat dit inderdaad gewoon bij het papier kan. Maar dit is een oude gewoonte van mij, dus ik doe het nog steeds. Maar het kan gewoon eigenlijk bij het papier. Als oud papier wordt gerecycled, dan wordt er met water een soort oud papierpapje van gemaakt. En alles wat dan geen papier is, wordt eruit gezeefd en ergens anders gerecycled. Ik weet wel wie jij bent nu. Aan de hand van jouw afval. Vet. Namelijk een hele sympathieke jongen. En ik vind dat jij best wel veel aan het scheiden bent geweest. Nu moeten we weer opruimen. Ja. Ik ga eventjes lekker buiten zitten. Ja. Scheid je alles netjes? Weer papier bij papier en plastic bij plastic? Ja, behalve dus de brief. Behalve papier. Dat heb ik geleerd. Okay. Kijk nou die Willem, onze proefkeukenkok. Die Willem is zo super netjes, jongen. Zelfs dingen scheiden die je niet hoeft te scheiden. Waren we allemaal maar gewoon een klein beetje meer zoals Willem. Eeuw.